Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie wat live Call of the Ghost. En vandaag is het op de map Overlord. Ja jongens, ik ken hem nou niet, maar niet uit. Maar niet, wat is het op Overlord? Ik speel met de AK-47. En ik speel met Assault. De vorige keer speelde ik met Specialist, nu speel ik met Assault. En vandaag wil ik het hebben over pre-aiming. En pre-aiming, daarmee bedoel ik dat mensen al aimend om de hoek komen voordat ze er eenmaal zijn. En dit was handig, ik loop er altijd heen. Alleen ik liep schuin, ik zat niet op de letter daarom. Normaal loop ik eigenlijk 9 van de 10 keer loop ik die kant in. Vooral met, met Ground War. Dan moet je dat echt doen. Dan kun je echt enorm veel kills maken als je daar op die handglitch staat, deze. Maar pre-aiming. Heel veel mensen die aimen van tevoren al voordat ze een hoek omlopen. En heel veel mensen hebben een hekel aan. En persoonlijk ben ik van mening dat het slim is. Als jij bepaalde posities ziet, doe ik ook gewoon zo, weet je wel. Dan ga ik niet helemaal moeilijk liggen doen. Maar sommige plekken, dan ga ik ook gewoon om de hoek kijken. Omdat je gewoon weet dat er iemand is. Hier ook. Je ziet dat iemand die vlag aan het cap is. Je gaat gewoon pre-aimend de hoek om. En persoonlijk vind ik dat dat een goede tactiek is. En persoonlijk, ja, ik heb daar helemaal geen haat aan. Het is wel irritant als iemand gewoon echt zo doet. Weet je wel, zo van... Weet je wel, dat is fucking irritant. Maar het principe pre-aiming is eigenlijk helemaal niet zo slecht. En ik zag hem niet eens op die auto. Of die tank, hè. Er staat een tank in de fik. Ik net niet zien. Maar ja, in ieder geval, ik denk dat het een goede positie, wat ik zei, een goede tactiek is. Vooral als jij game mode speelt als Search and Destroy en Search and Rescue. Dan is het gewoon belangrijk dat jij gewoon sneller kan schieten dan de anderen. En dan zijn die routes, zoals ik het laatst ook al heb gehad, die opening routes. Mensen die weten ongeveer hoe ze willen spelen. En dan weet je ook wel waar mensen kan verwachten. En als jij weet dat er mensen kunnen komen, dan kun je het beste gewoon zo om de hoek gaan kijken. Vooral ook nou bijvoorbeeld hier C is van hun. De kans is groot dat daar iemand van C, of ja, iemand bij C staat van enemy. En je zou ook teammate doodgaan. Dan weet ik gewoon al dat er iemand is. Dan kan ik wel als een mongol zo doen. Hey, face, trickshot, weet ik het wat. Maar het slimste is gewoon om gewoon alvast pre-aimend om de hoek te komen. En ik ga even kijken, daar liep er nog eentje. Come on, come on, come on. Oei, je loopt omhoog. En ik zit alles mis. Dat was ook niet de bedoeling. Nou is C dus van hun, dus dat is een beetje kloten. Want ik sta nou in een spawn. Zes hem heen. We gaan hem aanpakken. Ik wil even mijn streaks halen. Ik hoef nog maar 3, dus dat moet eigenlijk makkelijk lukken. Ik had die ene kill dan wel moeten hebben van die kill die je liep. Dat had ik echt moeten hebben, die was echt slecht. Ik denk dat ze daar boven weer komen. Ik liep er nou net weg. Ik denk dat ze er nou weer zitten. Even eens kijken. We zijn B aan het verliezen. Dat is niet zo gunstig. Ja, eerst speelde ik altijd enorm veel objective. Toen, dat heb ik in het begin ook wel gedaan met een vriend. Toen hadden wij een 63 winstreak. Toen gingen wij uiteindelijk bij de laatste match van de dag. Dachten we, nou, we doen één potje. Toen hadden we zo'n slecht team. Dat wij het zelfs niet meer recht konden krijgen. Want de enemies zaten alleen met de cap. Iedere enemy had wel iets van 8 caps of zo. En de teammates hadden allemaal 0 caps en zo, dat was niet te doen. En ik was C-cap, alleen ik zag dat mijn teammate doodging. En ik wist niet van waar vandaan, dus dan kun je het beste maar even niet cappen. Oh, trouwens, ik hoor nog steeds mijn geluid, hè. Ah, echo's, echo's. Niet leuk. Zijn ze nou C van ons aan het cappen? Dan ga ik even meedoen. Wait for it, ik wil C. Mijn C, afblijven. Nee. Als ik C eerder heb, dan krijg ik... Nee, ik krijg de punten. Nou krijg je punt, anders had ik nou mijn killstreak gehad. Klootzak, hè. Die klootzak heeft altijd weer gelukt. Oké, in ieder geval, ik heb een chopper. En dan gaan we even kijken. We gaan even B-cappen, denk ik. Of zullen we even wachten om een killstreak te hebben. En dan gaan we met de Juggernaut B-cappen. Misschien is dat slimmer. En zijn we nou serieus B aan het verliezen? Haal maar gezien. Dan moet je niet doorlopen. In ieder geval niet zoals ik wou gaan doen. Ik sprong daarvan af, hè. Dan kun je wel zo... Als een of andere, weet ik het wat, Tarzan om de hoek komen. Maar dan weet je gewoon dat je gaat verliezen. En ik denk de hele tijd dat een enemy is. Waarom weet ik niet. Misschien komt het door de... hoe heet dat ook alweer? Ja, fuck it. Wacht, hier ging het team weer dood. Bij C, waar zit die enemy dan? Daar binnen? Gotcha. Even C cappen. Wij moeten wel gaan winnen. Dus we gaan sowieso even zorgen dat we gaan winnen. Bij het begin speel ik 9 van de 10 keer ook even voor de streaks. Want als je toch je streaks hebt, dan win je 9 van de 10 keer sowieso. En dan gaan we ook even naar B toe. Dan mogen zij van mij C hebben. Die krijgen ze mijn cadeau. Had die keer mijn kill? Nee, had mijn kill niet. Ik moet nog 1 kill wel crouched. Maar. Ik hoor iets piepen. Ik denk, what the fuck hoor ik nou? Ik denk, no IED. Zullen wij B hebben of A? Ik wil eigenlijk B hebben. Dat vind ik leuker. B is echt. Gewoon dominerend. En ik ga heel eventjes voordat ik B ga cappen hier kijken. En dat was net wat ik dacht. Ik denk er zal een enemy aankomen. En precies als ik denk hij komt. Hij komt. Die goede zin. Nee, we gaan even. Nou, we hebben nou C gepakt. Nee, A gepakt. We hadden al C.
Anders had ik nou even B gepakt met mijn Juggernaut. Maar... ook goed zo. 14 om 2. Teammates 2 om 9. Nee, 2 om 10 en 4 om 10. Nou, die kunnen dan net zo goed eigenlijk leave, maar dat doen ze toch niet. En... gotcha! Oké, we gaan even B cappen. Hebben, oh, ik wou zeggen, we hebben triple cap, maar we zijn A toch alweer verloren. Dat gaat zo snel in het spel. Ik ben echt benieuwd hoe ze gaan doen met MLG. Nou, daar hebben ze domination bij MLG. Ik vind dat niet echt een game mode die je kan doen bij MLG. Zit er een in mijn rug, ik weet het. Dat is heel erg lomp dit. Hoe ik dit ging doen. Help to generate niet, hè? Dat is het probleem. We gaan omlopen, we springen naar beneden. Mijn knife is rustig leuk, want ik ben bijna dood. Het kan goed zijn dat ik zelfs nog dood val als ik nou naar beneden spring. Ah, ze zaten met z'n meerdere. Oh, die hond had mij zelfs nog. Ik heb zo fucking dik gepanste pak en die hond die bijt me gewoon. What the fuck man, dat kan niet. Dikke onzin. 17-3. Er is altijd een beetje probleem met die Juggernauts en met die Maniacs. Als mensen gewoon slim zijn, dan kun je ze makkelijk killen. Laatst was het ook, maat van mij die had een Juggernaut. Hij zei zo van, wil jij hem hebben, want ik wil hem niet, weet je wel. En ik zei, ja, is goed. En hij dropt die Juggernaut voor mij. En ik werd afgeschoten en hij werd afgeschoten. Dus die enemy pakt de Juggernaut. En ik ren snel terug naar die enemy. En ik dol die vent zo erg dat hij niet eens één kill kon maken. Zelfs mij niet. En ik had hem gewoon gekild. Ik rende helemaal rondjes omheen. Hij wist niet waar hij moest kijken. En hij was dood. En dat deed die kerel net eigenlijk ook een beetje bij mij. Want ik knifed één keer mis en toen wist ik ook even niet meer waar die was. Die hond heb ik niet eens dood, what the fuck man. Ik schiet met een 50 kill en die hond gaat niet dood, dat is zo bullshit. Nou, we gaan even kijken of we de enemies kunnen killen, come on. Staat hij binnen? Oh, hij staat binnen, lol. Soms kun je echt niet zien waar de enemies staan, hè. What the fuck, Call of Duty Logic. Ik schiet met een 50 kill op iemands hoofd, hè. Huh? Wat? Ik wil die kerel daar binnen dood te hebben, gewoon dat een kutcampertje is. Hij gaat ook wel dood, maar. Hij kon geen kant meer op, jongen. Hij kon geen kant meer op. Hij wist niet meer waar hij moest kijken. Die enemy gaat ook dood. Nee, dat is een spawn. Ze hebben spawn protection. Hij sowieso. Als hij snel naar binnen rent. Hij rent niet naar binnen. Hij wil hem uit de lucht schieten. Heel weinig kans. Gotcha. Ze spawnen ook echt overal. Er staat zelfs eentje bij mij op het dak, volgens mij. Oh, hij staat gewoon echt langs mij. Ik dacht dat hij op het dak stond. Score 31-3. Dat is goed voor elkaar, hè. De laatste speel ik steeds meer met Assault. Dat vind ik toch wel geinig. En in Black Ops was ik eigenlijk een beetje anti-Assault. Ik vond Assault niet echt leuk meer. Ja, je een beetje choppers, weet je wel. Dat je niks hoeft te besturen. Maar nu heb ik eigenlijk zoiets van... ja, ik heb gewoon zin om weer lekker al die mensen kapot te maken. En ja, dan geef ik toch wel weer een goed gevoel. Nope. Je zag het misschien zelfs. Deze kerel had het was gewoon 100% kill. Dat heb ik makkelijk kunnen hebben. Maar ik bounce tegen die rand aan van die... weet ik van die heuvel. Dan loop je zo en dan... oh nee. Ik zag ze lopen. Ik dacht, is ze een teammate? Ik keek nog op de kaart. Oh mijn god. 32-5. Twee deads. Dat waren gewoon echt... diep schamende deads. Enemy boven aan het campen. Ja. Ik dacht eigenlijk hier, maar er zat niemand. Fuck die hond. Die honden zijn echt veel sterker als enemies. Ik vind het gewoon bullshit. Ze zijn zelfs sterker als Juggernauts volgens mij. Ik bedoel, als ze dan ook echt zo'n panzer aan hadden, zou ik zeggen... ah, oké, voor deze ene keer, weet je wel. Maar ze zijn gewoon honden met een cobra vest aan. Ik bedoel, what the fuck. Als ik drie keer een hond snipe, dan mag je toch ook wel liggen. En bij de derde keer gaat hij ook pas liggen. Dat is fucking onzin. Nee, niet knife, niet knife, niet knife. Oh, crap. Jij wel. Ik had gekozen, maar ik denk, dat moet wel knife. Check mijn team. Check mijn team. Hey, one man army, hè. 8-14, 7-18, 7-16, 7-17. We hebben wel allemaal best wel veel caps. En we zijn aan het winnen. Oh, shit, ik ga niet verletten. We zijn wel aan het winnen. 7-hun. Ah, god, daar staat hij weer te campen. Die kerel staat hier ook te... oh! What the fuck? Oh, dat is die kerel. Die zit er al de hele tijd. Die zit er al de hele tijd. Is dat die kerel ook die bovenaan staat bij hun? Of niet? Ik weet niet. Ik hoop dat ik hem kan zien daar. Nee, ik kan hem niet zien. Er stond gewoon een enemy boven mij. Die hond springt misschien naar beneden. Pas die hond. Yep, ik zag die hond al. Ik zag die enemy ook op de UAV, maar ik zat niet op te letten. Ik wou eigenlijk die camper dood hebben die daar in het hoekje zat, maar ik zag hem niet zitten. 36-6. We gaan nog wel voor de 40 kills, we hebben nog best wel veel tijd. Ik zit helemaal niet op te letten. Nou, ik zit overal alles mis. Ik zit allemaal op de kaart te letten.
Killfeed en allemaal onzin. Allemaal de camera in te kijken hier, mijn webcam. Moet ik niet doen. Moet gefocust zijn. Dat was ik de eerste 5 seconden van de match. Dat heb ik eigenlijk altijd. Begin ben ik gefocust, haal ik mijn streaks en daarna is het zoiets van... Maakt niet uit dat ik nou nog 10 keer dood ga, dan heb ik nog een 3.0 KD. En dat gebeurt meestal dan ook. Oké, hij loopt hier naartoe. Hij gaat mooi in het hoekje staan. Ik zal eens even wachten welke kant hij nou precies op loopt. En het is ook maar goed dat ik dat deed. En die kerel... Ah, jongen, Jezus Christus. Check deze spawn. Hoeveel kogels schoten had me raak? Ben benieuwd. Volgens mij was het ook nog meer zo. Dus was volgens mij nog meer zo. 37-7. Ja, dit was een makkelijke lobby voor 50 kills. Super makkelijk. Ik had mijn streaks ook makkelijk 2 maal kunnen halen. Maar ja, ik wou wel die vlag hebben. En dan weet je hoe het afloopt. Enemy is dood. Kan er nog een aan. Is hij ook dood? Ik kreeg een assist, maar ik weet niet of dat van hem was. Zullen wij maar eens B gaan cap, jongens, anders komen we niet ver. Oh. Ik schiet gewoon voortaan hier om de hoek, want altijd als ik hier wegloop, dan ga ik dood omdat er iemand staat. En er staat er eentje hier. 10 kills, zei die moet ik ook nog 200 hebben of zo. Ik weet niet, volgens mij moet je er 200 of 100, ik weet niet, ik denk 100. 200 is wel heel veel. Oh god, ik schiet er gewoon gelijk mis, hè. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan mijn controle, jongens. Excuses. Nee, ik ben gewoon even slecht bezig. Ik kan allemaal dingen verzinnen, maar dat is gewoon onzin. Ik schiet gewoon mis, punt uit. Ik weet niet of ik 40 kills heb, dat was eigenlijk wel de bedoeling. Ik heb 40 kills. Dat maakt hem eigenlijk niet heel gek voor uit voor live commentary. 195 punten. Ik moet zelfs zo kijken, want mijn webcam staat voor die punten. Dus ik kan nooit niet zien hoeveel punten we hebben. En hoe lang het nog duurt. Gotcha. Nee, we hebben een chopper nog. No! 45-7. Ik weet niet hoe vaak ik in deze match gepre-aimed heb. Maar volgens mij vrij veel. En dat vooral bij momenten... Als je domination speelt, heb je vlaggen. Als jij ziet dat enemies vlaggen pakken... Dan kun je zien, dan wordt die oranje. Of uiteindelijk wit, volgens mij. Maar in ieder geval, als enemies aan het pakken zijn, zijn ze volgens mij oranje. En dan weet je dat er altijd enemies zijn. En dan is het gewoon slim om pre-aimed om de hoek te komen. En dat is gewoon... Pure tactiek eigenlijk. Er heeft helemaal niks mee te maken met dat is noob, of dat is camp, of dat is irritant, zielig, noem maar op. Het is misschien wel irritant, maar ik vind het wel gewoon een tactiek en het is niet iets wat, als noob gezien moet worden. En ik weet niet hoe vaak jullie pre-aimen, je houdt het natuurlijk niet bij, ik hou het ook niet bij. Maar hoe, of jullie eigenlijk wel pre-aimen, niet hoe, maar of jullie eigenlijk wel pre-aimen. Want ik doe het dus wel vaak, waarschijnlijk is een match. Als ik deze match dadelijk naar de rand nakijk, of ja, nakijk klinkt zo raar hè. Maar in ieder geval als ik deze match straks terugkijk op YouTube... Dan zal ik waarschijnlijk enorm veel momenten zien dat ik gewoon al even om de hoek kom. En dat is gewoon tactiek. Ik vind dat slim. En in ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer als jullie meer willen zien. En tot de volgende keer. Houdoe.